Goedemorgen, wij zijn wakker en wij gaan vandaag naar New York. Ik ga heel even nog wat dingetjes doen, de kattenbak, een beetje opruimen. En om half elf is de taxi er. Dus we gaan even rustig aan doen. En dan gaan we naar Schiphol. Oh, Max en Marije die vliegen iets eerder naar ons, hebben een andere vlucht. Dus die zien we als we daar aankomen. Ik check dus ook echt mijn eigen inpaklijst voor de zekerheid. Gewoon een soort van last minute check. Wat ik allemaal wel niet meeneem. En ik denk dat ik er ben. Ik heb best wel... Qua kleding, al mijn kleding zit daar. Het valt mee, maar goed, we hebben het... Oh, die tassen. We hebben extra we kunnen 2 tassen extra meenemen. Dus we gaan even 2 vakantietassen weer oprollen. Wat we vorige keer ook in Japan deden, was echt ideaal. Jongens, we zijn klaar en ik ga vliegen op mijn slides. Ik heb echt 100 keer mijn schoenen verwisseld. In de koffer eruit. Steunkous alvast aan. Enzovoort. Nee, ga zo en dan doe ik in het vliegtuig die kous aan. Ah, het zweet ons nu ook kapot. Fijn. We zijn bijna bij Schiphol. Jongens, mijn handen staan in de fik qua gloeiend. Hoe zijn het? Ja, het is zo warm. Weet je nog dat ik wel eens verteld heb dat een waarzeg? Ze zei dat ik een hele in de hand had, maar na mijn 30ste pas daar wat mee moest doen. Maar dan moest ik het leren, omdat ik het anders niet goed zou doen. Zal ik kijken of ik zoiets dat kan leren? Of is dat niet goed? Ik zou best een cursus voor willen doen ofzo. Maar het is vooral mijn linker. Gloeihanden. Maar ik heb ook geleerd dat je dan ook juist zelf bijvoorbeeld heel moe kan worden. Als je anderen met je... Nou goed, in ieder geval... Jullie. Als je ziet dat er niet opgebouwd mist. Breakfast is klaar. Zit in de lounge. Yep. I love hoefjes combinatie. Love it, van die en die koffer. Het is zo cute. My god, dit is zo lekker. Ze hebben zoveel goede opties. Zonder dierlijke dingen. Wisten jullie, als je het woord waterpas googelt, dat je een waterpas krijgt? Hier, kijk. De tafel is bijna recht. Nee, je moet hem zelf recht doen, hè? En we hebben een werkplekje hier. Jee. Ik hoor net dat ik iets moet aanpassen, dus dat ga ik nu doen. En we hebben toch nog echt 1,5 uur de tijd of zo. We zijn echt veel te vroeg. Oké, werk is af. Ik heb Rollercoaster Tycoon gedownload. Ik heb een paar andere dingen gedownload. Ik heb een boekje mee. Ik ben serieus. Hoe lang geleden ben je voor het laatst zo wakker geweest op de vlucht? Ik ben altijd... Kom je zeggen, nee, ik ben gewoon klaar wakker, normaal vliegen. Ja, kijk maar, zodat we en laat vliegen. We hebben eerder ingepakt, waardoor gisteren best wel... Ja. Ik heb best wel goed geslapen. Jij hebt goed geslapen, hoor. Ja? Ja, ik heb goed geslapen. That's the first. Ja. Een paar keer in de middag vliegen. Maar je bent wel een soort van een dag kwijt. Hè? Maar we gaan nu wel meer lol hebben in het vliegtuig. In het vliegtuig, dat is altijd leuk. Lekker. Ik ben klaar met editen een beetje. Ik ook. En gamen. Oh ja. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Ik heb nog nooit in zo'n opstelling... Nee, dit is echt mijn scherm. Hier, jij kan zo... Oh nee. Oh, ik dacht... Wacht. Sloop ik hem? Hoe doe je dat? Knopje indrukken. Dat is... Hij was ingedrukt. Dat is een haakje. Kijk zo onder. Oh. Oeps. Oh yes. En dit is hoe mijn gevulde lokker eruit ziet. Oké, oor, koptelefoon. Dan heb ik hier een lekker maskertje. En dan heb ik mijn boek. Mijn beauty dingetjes. Ik heb mijn oogmaskertje. Mobiel, die ga ik zo aan de lader hangen. Hier zat ik even te kijken. Is heel grappig, want je kan hem gewoon dicht doen. Hè? Zo van, ik heb geen zin om mijn hoofd te zien. En hier kan je wat inleggen. Eigenlijk een lipbalsem of zo, maar ik heb het al hierin. Oké, goodies. Ik heb mijn vliegsokken. Waarom heb ik nou weer dat stopcontactding mee? Die heb ik niet nodig. Kijk, zo ga ik me wel vermaken. En we hebben deze. Wat heb jij nog meer? Mijn telefoon met hem. Waarom heb je en die? Hey. Dit staat er, maar ik lees het als Cowan Chicken Stowage. gerend voor het leven en we zijn er heel snel uitgekomen op naar een Uber. Oh ja, New York. Yay! Wauw, zo mooi. Die Tesla die heeft dus voor geen nummerbord, want dat hoeft hier niet. Dat hoeft hier niet, dat is zo gek hè? Naam voor mezelf bedacht. Leo Pichu. Ik denk die ook komt tegen het dorp kan. Echt? Ja. Wow. Dat is wel het wat. Maar Leo Pichu. Dat is Leo Pichu hoor. This report's brought to you by Dunkin Donuts. Ik wil alvast voordat deze reis begint alvast een kleine disclaimer maken. Ik heb geen idee wat er nu getrokken. Oké, de disclaimer is dat we gewoon zeg maar vakantie hier op onze eigen manier, hoe we dat leuk vinden. En omdat ik weet, elke keer als wij bij zijn, dan komen er zo vaak komt. Nee, je moet dit doen, nee, je moet dat doen, je had dit moeten doen. Ja, maar dit is gewoon hoe wij het liefst bij zijn. Dus daar is hebben we van. Maar tips zijn altijd welkom. Tips zijn altijd welkom, maar weet je, ik vind het superleuk als je meekijkt en zo. En ik deel het graag. Alleen iedereen viert op zijn eigen manier vakantie, op zijn reis, of hoe je het ook wil noemen. Ik ga denk ik op Insta posten of mensen een Sephora shop with me willen of een Target. I know, ik denk maar eentje op. Wat denk jij? Ik denk dat ze het allebei winnen. Ja, maar dan ben ik 2 dagen bezig met je. Ik denk dat Sephora wordt. Gok ik. Ja, kan ik me wel voorstellen. Ja. Oh my god! We zijn er! Kijk deze geweldige... Wauw, we zijn in Williamsburg. Jouw territorium. Bed. Dit is geweldig. Wauw, dit is zo cozy. Leuk toch? We hebben een Airbnb geboekt. En dit is zeg maar een extra slaapkamer. Maar dit is eigenlijk open. Maar dit is zo cute. Wauw. Oh my god. Hetzelfde bed. Twinsies! En jij hebt hem als enige. Ik heb dit soort van bedacht. Ik zei, nou ik riep het gewoon heel erg nonchalant. Ik vader van dit idee. En ik ben het gewoon helemaal, ik ben als enige ben ik heel die pet vergeten. Ja. Nu hoor je niet bij. You can't sit with us. Do what you love. Taking a poop. We hebben echt vet cool appartementen. We zijn net boven geweest. Ik was de camera even vergeten. Super cool hoofdop. Laten we nog wel zien. Ik ben nog zorgelijk in, maar zij zijn echt een beetje in slaap gevallen. Lekker geslapen. Wij verblijven in Brooklyn en deze twee hebben hier gewoond. Yay! Dus we weten precies waar we kunnen eten en wat we voor leuke dingen kunnen doen, dus dat wordt fun! Je weet alles. Hij weet het niet meer. Oh, helemaal hierheen gelopen en het is dicht. Dit is ook wel typisch New York, hè? Dingen die dan ineens weg zijn. Oh. Chipotle. Anything else? Can I have some guacamole with that? Oh my god. Eerste maaltijd in New York. Chipotle, lekker. Kijk hoe awesome. Prins op de kruis. We zijn bij Shelter voor een drankje. Het is super awesome. Cheers. We gaan naar dit park. Even wandelen. Wakker blijven, wakker blijven, wakker blijven. Kijk hoe vet dit uitzicht. Wauw. Zo cool. Kijk hoe snel de pont hier gaat. Het is een soort speedbootje. Kijk, handgeschilderde reclame. Ik ook. Supermarkt is het allerleukste. We zijn in een deli. Hoe heet deze ook weer? Weet ik niet. Luxe deli. Luxe deli, waar peertjes $1 nog wat per stuk zijn. Kijk nou hoe mooi is dit gespiegeld. Spiegelgoals. Wauw. Ik ga de vlog afsluiten. Het is nu geloof ik 10 uur of zo. Het is 10 voor 10. We gaan nog heel veel opblijven en dan zo slapen. Even douchen. Dus wel terug voor het kijken. Tot morgen.